Ieder jaar vertrekken er meer dan 100 Noordwijkers onder de 30 jaar uit Noordwijk omdat ze in Noordwijk geen betaalbare woning kunnen vinden. We weten allemaal hoe groot de kans is dat een Noordwijker via het woonruimteverdeelsysteem een huurwoning in Noordwijk krijgt. Die kans is nihil. Er is wel een kans om Noordwijkers aan een huis te helpen in Noordwijk via sociale koopwoningen. Daarom zetten wij ons daarvoor in. In dit filmpje zie je twee Noordwijkers die kans hebben gekregen. Hoi. Hey Ruben, wat fijn dat we bij jou thuis mogen zijn. Ja, dank voor de uitnodiging. Een woning in Noordwijk. Ja. Hoe was het voor je om een woning in Noordwijk te vinden? Het kwam eigenlijk precies op het goede moment. Ik was eigenlijk op zoek naar woningen. Ik had dat te kijken. Dat is natuurlijk niet heel veel goedkoop te vinden, wat ik moet betalen. Was dat ook altijd de bedoeling dat je in Noordwijk wilde blijven? Nou, ik wilde in Noordwijk wonen, dus dat was heel erg leuk, maar ik vind het wel. Precies. En heb je heel bewust gekozen voor koop? Ja, zeker. Ja? Want ik viel buiten de sociale huurcategorie. Okay. Dus de huur wordt dan heel duur. Ja, en dit is een sociale koopwoning, hè? Dus er zit een, zeg maar, onder een bepaalde koopgrens. Ja. En dat maakt het makkelijk of beter haalbaar als je alleen bent? Zeker in Noordwijk. En heb je ook vrienden of andere, zeg maar, vrienden in Noordwijk die je kent en die graag hetzelfde zouden willen? Toevallig de onderbuurman, die ken ik goed. Ja. Dus die heeft hetzelfde gedaan. En denk je dat het sociale koopwoningen in de markt zetten wel meehelpt aan het jonge Noordwijker, zeg maar, in Noordwijk te houden? Nou ja, als ik hier kijk wat hier zit, wel. Er zitten natuurlijk een aantal experten zitten erin. En de rest zijn allemaal mensen die ik wel ergens van ken, van de sport of van de school of van ooit dat bij de klas gezeten. Ja. Nou, wij zijn blij dat je hier goed terecht bent gekomen en dat er nog veel meer Noordwijkers in het gebouw zullen komen wonen. Super fijn dat we even bij jou thuis mogen kijken. Ja, leuk dat jullie er ook zijn. Dankjewel. Woning in Noordwijk. Ja. Viel het mee of viel het tegen? Nou, het ligt er een beetje aan. De eerste paar jaar, als je echt op zoek gaat, valt het tegen. Omdat je dan toch als starter en in je eentje in Noordwijk, is het lastig. Dus het is wel dat je er toch een paar jaar mee bezig bent. Wil je echt iets vinden wat je echt denkt van, A, ik kan het betalen. En B, ik vind het ook echt leuk om er te gaan wonen. De VVD is een groot voorstander van wat meer sociale koop in Noordwijk. Zodat we Noordwijkers een betere kans kunnen geven op de sociale woningmarkt. Mm-hmm. Of überhaupt op de Noordwijkse woningmarkt. Zijn er ook veel mensen in jouw buurt of in je vriendenkring die zeggen van, nou, dit zou ik ook graag willen? Ja, toch wel. Ja. Dat blijft gewoon een lastig iets, maar die interesse is er zeker. Dus ik vind, als jij zegt dat de VVD aanstaat, gewoon een heel goed standpunt. Absoluut. Hartstikke goed. En waarom heb je gekozen voor koop? En bijvoorbeeld niet voor huur? Ja, dat is eigenlijk iets wat een beetje in mezelf zat. Ik wilde gewoon ook een soort van investering doen, eigenlijk. Het fijne van kopen vind ik, is dat je ook echt iets hebt voor jezelf. En als je zou verhuizen, zou je dan in Noordwijk blijven? Ja, dat zeker. Ja, absoluut. Ik zeg altijd, en dat heb ik ook vandaag al eerder over gehad. Nou, in Noordwijk, de enige plek in Nederland waar ik zou willen wonen. Dankjewel, heel veel succes. En wie weet tot in je volgende huis in Noordwijk. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er waren. Deze twee jongeren hebben gelukkig de kans gekregen in Noordwijk te blijven. Gunt u, net als wij, andere Noordwijkse jongeren dat ook? Steun VVD Noordwijk Lokaal.